Ik zit hier met meneer René van Gils van het Graafschap College. En het Graafschap College is ook betrokken bij de afbramerij. Want wat is jullie betrokkenheid, René, met de afbramerij? Nou, wij zijn participant in het project rond de afbramerij. De bedoeling is dat daar een innovatiecentrum ontstaat. Een innovatiecentrum is eigenlijk een beetje een beperkte naam voor het totale project. Want ook het Nederlands IJzermuseum doet mee en het kunstenaarscollectief Breekijzer doet mee. En dat betekent dus dat we echt een verbinding krijgen tussen allerlei partijen die samen de hele industriële ontwikkeling die hier in de Achterhoek plaatsvindt, plaatsgevonden heeft en ook in de toekomst zich verder nog plaats gaat vinden, om dat in de afbramerij zichtbaar te maken. Ja, en waarom vonden jullie dat als Graafschap College eigenlijk belangrijk? Nou, als Graafschap College hebben wij een grote afdeling sector techniek en informatica. En een van de aspecten die in de afbramerij zeker een plaats zullen vinden, is dat daar nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van de techniek. Dat daar ook studenten van ons bij betrokken zullen zijn om nieuwe ontwikkelingen te helpen doormaken met bedrijven. Het is voor ons ook in het kader van het educatieve aspect, maar ook in het kader van de Achterhoek verder op de kaart zetten. Ja, een buitengewoon belangrijk project. Ja, ja. En naast het Graafschap College is ook de Anton Tijdink school. Hebben jullie daar ook nog iets mee te maken of is dat gewoon een school op zich? Nee. De Anton Tijdink is zeer met ons verbonden. Want Anton Tijdink leidt voor ons de studenten op niveau 1 en 2 op in de techniek. En dat is een heel bijzonder project, want de Anton Tijdink school wordt in feite gefinancierd door de bedrijven in de omgeving. Zoals we dat in de toekomst ook van een innovatiecentrum verwachten. En samen met docenten van onze school, maar ook samen met medewerkers van de bedrijven uit hier de omgeving die in Anton Tijdink samenwerken, leggen we daar de basis voor de techniek in deze regio. Ja, en hoe ziet u dat in de praktijk voor zich? Hoeveel leerlingen van het Graafschap College Anton Tijdink school zullen hier dan ook daadwerkelijk les krijgen? Of moet ik dat zo zien? Nee, het zullen niet zozeer lesgevende activiteiten zijn als wel projecten. Dus afstudeerprojecten waarin nieuwe projecten worden gedaan, nieuwe objecten worden geformuleerd. Dus je moet denken aan het ontwikkelen van wat we een tijd geleden hebben gedaan. Een bakfiets voor de kinderopvang. Maar ook het schoonhouden van bakblikken op een nieuwe manier. Apparaten die verder verfijnd kunnen worden, het verduurzamen van chalets, om maar eens een voorbeeld te noemen. Dus kortom, allerlei innovatieprojecten waar bedrijven belang bij hebben en waarbij onze studenten kunnen helpen. Ja, dus innovatieve projecten. Juist. Gaat het om. Ja. En bijvoorbeeld de afdeling marketing, heeft die daar ook nog iets mee? Kijk, het aardige is dat een van de ondernemers heeft gezegd van eigenlijk moet je zorgen dat daar een soort totaalconcept van een fabriek ontstaat met al zijn aspecten. Dus dat je ook kijkt naar de berekening van de kosten, maar dat je ook kijkt naar de marketing, dat je kijkt naar de export, dat je kijkt naar wat voor een secretariële ondersteuning je in zo'n fabriek nodig hebt. Dus kortom, het gaat erom dat we een hele innovatieve ruimte creëren waarin ook als, en dat was een van de voorbeelden afgelopen donderdagavond in de bijeenkomst, dat als een proces opnieuw moet worden geredesigned, dat daar ook kan. Ja, ja, ja. Nou, het is mij in ieder geval tijdens dit korte gesprek toch iets duidelijker geworden wat de bedoeling gaat worden met de afbramerij. En ik wil u hartelijk bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan.